Lay off. Wat er anders is aan voorgaande, dan voorgaande jaren is dat we bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst muziek op het water hebben. Het is een lang gekoesterde droom van ons om live muziek op het water en dat mensen langs de kade genieten van al het moois. Ik haal van dokken en kranen, van silo's en granen. En ik haal van de schepen op stroom. Ja, ik ben gevraagd om op een bootje wat te gaan zingen voor de mensen aan de kade die hier zijn voor het Ketels aan de Kade festival. Want ik heb het met heel veel plezier gedaan en waarschijnlijk hebben de mensen het ook gewaardeerd. Mocht ik door de drampjes wijken, en mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij komt weer op zijn benen staan. Is dat nog een extra dimensie om dat dan op het water te doen? Moet ik ja zeggen nu? Ja, zeker. Nee, misschien vind je het vreselijk. Nee, natuurlijk niet. Het is toch even een leuk uitstapje. Kom je ook eens een keer op een bootje? Nou, dan was ik aan een baas, de beste klant. Als dat nou eens waar was, zei Piet tegen Klaas. Nou, dan was iedereen die je zag aan de Maas. Blauw. En wat vind je van dit festival? Geweldig, fantastisch. Er is toch wat tekort aan dit soort festivals, denk ik. En gezelligheid. Voor de mensen na een zware tijd, zeker. En je moet je leven zo licht mogelijk zien te maken. In mijn optiek. Maar dan was ik aan de Maas, de beste klant. Hoppakee.